Het wantrouwen tegen de media wordt steeds groter, en dat wordt mede gevoed door BN'ers en programma's die heel erg fake zijn. Niets is wat het lijkt op televisie, de werkelijkheid wordt aan de lopende band gemanipuleerd. En dat begint dus al bij de kinderprogrammering. Zo worden ook de kijkers van Zepsport keihard bedonderd. De kleinste zaken worden gemanipuleerd om de boel spannender te maken. Zo werd er in de uitzending van afgelopen weekend een voetbalduel gespeeld tussen twee meisjes-elftallen, eentje uit Nederland en eentje uit België. De Vlaamse meiden bakten er niks van, het werd 4-0. Te saai vonden de makers, en daarom hebben ze de werkelijkheid verdraaid. Er werd in de tv-show van Ron Boshart en Brit Dekker net gedaan of het opeens 2-1 werd door een penalty, dus er is ook nog eens een overtreding lees geen goed voorbeeld in scène gezet. Hoe dit allemaal is ontdekt? Er was een BNR aanwezig bij de opnames, omdat de dochter van Radio 538 Megaster Rick Romijn meevoetbalde. Rick vindt het bizar. Die hebben met 4-0 verloren, maar op tv doen ze net of het 2-1 is geworden en dat het toen razendspannend werd, maar het was een walkover. Die Belgen kwamen er niet aan te pas, roept hij op de radio. Hoe ging dat dan bij de opnames? De wedstrijd is klaar, de meisjes gaan naar de zijkant en dan komt de cameraman en die zegt, we moeten nog even naar het strafschopgebied en dan gaan we even doen alsof er een penalty wordt veroorzaakt. Dat wordt gedaan. De eerste mist België, maar de tweede gaat erin. De Belgen blij, maar het was 4-0. Ron bekent het kijkersbedrog. Ik geef Rick helemaal gelijk. Als het 4-0 is, dan moet het 4-0 zijn, maar wat er gebeurd is. Het was inderdaad een walkover, maar die jonge meisjes waren helemaal uit België gekomen. Hij vervolgt: toen hebben we tegen de meiden van het Nederlands elftal gezegd: luister, zouden jullie het heel erg vinden als de Belgen ook met één puntje naar huis gaan. We hadden het niet gedaan als de meiden allemaal hadden gezegd: nee, 4 tot 0 is 4 tot 0. Is het eigenlijk niet een beetje not dan om als volwassenen te bepalen dat de meiden een overtreding in scène moesten zetten? Een beetje wel, natuurlijk. De meiden hadden zelfs nog gelood wie een van de Belgische meisjes zou vloeren, bekent hij. Tot slot, ja, we hebben geprobeerd om het wat spannender te maken.